In Nijmegen is het bombardement van 1944 herdacht. En dat gebeurde in de Stevenskerk en bij het monument De Schommel. Bij het bombardement van de Amerikanen, nu 80 jaar geleden, kwamen zo'n 800 mensen om het leven. Ijskoud was het iedere dag, 22 februari. Maar de lucht was strak blauw. Wie had kunnen denken dat op deze zonnige dag de hele oude binnenstad van Nijmegen een ruïne zou worden? Bij de herdenking van een van de zwartste dagen in de historie van de stad waren ook vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Staatssecretaris Van Ooyen sloeg bij de plechtigheid ook een brug naar de huidige tijd. Beste mensen, blijf onze vrijheid koesteren. Blijf alert dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Want alleen op die manier doen we recht aan alles wat de mensen in Nijmegen hier 80 jaar geleden verloren. Gisteravond begon de herdenking al met een nieuw initiatief. In het centrum van de stad waren de grote videoprojecties te zien van het bombardement. En met lichtjes werd zichtbaar gemaakt waar de stad destijds in brand stond. Het is alsof de Stevenstoren opnieuw instort tijdens de herdenking gisteravond. Het bombardement van 80 jaar geleden leeft nog steeds in Nijmegen. Het feit dat hier vanavond ook zoveel duizenden mensen in toch natte binnenstad rondlopen, geeft ook aan dat iedereen die erkenning ziet en er ook beseft wat van geschiedenis, historisch bepalend bombardement is geweest. Voor de slachtoffers, hun nabestaanden, maar ook voor de ontwikkeling van de stad. Het is heel belangrijk om dit levend te houden, want je ziet om je heen ook dat de wereld in brand staat. En het kan helemaal geen kwaad om daar gewoon nog eens eventjes naar te kijken hoe dat in elkaar zit. Hoe dat zoiets gaat. Dat is de grote boodschap, jongens. Dit willen we niet. We willen niet dat dit herhaald gaat worden, ja. De omvang van de verwoestingen van destijds wordt met lichtjes gemarkeerd. Vandaag hebben ze vaccinelichtjes neergezet. En die loopt de hele stad rond om eigenlijk aan te geven waar de stad was verwoest en waar niet meer. Ik heb een lichtje in de hand waarmee nu een kring gevormd wordt langs de hele brandroute van 44. Daar wil ik graag aan deelnemen, ja. Dus dat is ook een reden waarom ik hier ben. Dit is echt een indrukwekkende tocht die we hier vanavond met misschien wel enkele duizenden mensen ondernemen. Echt indrukwekkend.